Here we go! Geweldig om jullie weer te zien, team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Vandaag ben ik super enthousiast, want we mogen weer evolueren. En dit keer zijn het Shiny Pokémon. Want de laatste tijd heb ik heel veel Shiny Pokémon kunnen vangen. Waarvan er een aantal zelfs ook nog eens nieuw zijn. Of ik heb de evolutie er nog niet van, of ik had heel de Shiny überhaupt nog niet. Ik heb er zin in. En de eerste die we vandaag gaan doen is, zoals je kunt zien, Shuppet. Daarvan hebben we er twee. De andere zag je onderop staan. Maar ik had nog geen Shiny Banette. Nou, daar gaan we dan bij deze verandering inbrengen. En ik heb ook gekozen om de hoogste van de twee te evolueren. Ja, dat is dan wel zo leuk. Mochten we ooit een spouw uppen, wat dan ook. Maar daar is hij al. Mooie lichte verandering in kleur. Ietsje ja, lichter eigenlijk van kleur. Hij wordt wat blauwer in plaats van... Ja, wat is het? Zwart-grijsachtig. Zoals je hier kunt zien. Oh, dat is een shadow. Nou, deze erbij pakken. Hier is die wat grijzer, wat zwarter. En hier is die inderdaad wat meer de kleur van Shuppet. Echt een hele toffe shiny. Laten we even zijn aanval nog een keer doen. Super gaaf om te hebben. En dan de volgende is ook een Pokémon die je toch best wel gaaf vindt. Meestal zijn de ja, wat minder toffe Pokémon die wat kunnen. Hè, inderdaad een Kricketot, een Skitty, etc. Hebben wel een gave shiny. Dus nou, zo ook deze. Ik heb er gelukkig twee kunnen vangen tijdens dat event. Had ik ook niet verwacht, maar nou, ze kwamen in mijn Gotcha en huppakee. Maar ook deze wel heel erg tof. Misschien omdat hij ook oranje is. Hè, toch een beetje de kleur van Nederland. Maar ja, ik vind hem ook wel heel erg tof om deze zo te zien. Met inderdaad die twee gekke tentakels van hem. Ik vind het wel een leuk ding. En nou, bij deze ook die in de Pokédex. De volgende is niet alleen een mooie shiny op zich, maar heeft ook nog een mooi verhaal achter zich. Ik ga daarvan deze evalueren, omdat die nog met PvP enigszins mee kan. Ik zou niet aanraden om te gebruiken. Maar ja, ik heb volgens mij echt sinds dat Shiny Murkrow uitkwam, heb ik er echt 2 jaar over gedaan. Is begin 2020 dat ik mijn eerste Shiny heb gevangen. En nu, nou, ongeveer een jaar, 3/4 jaar verder, heb ik er 4. Heel apart hoe dat kan gaan. Hetzelfde heb ik Magikarp. Duurt een jaar, duurt nou, misschien wel 3 jaar voordat je de eerste hebt. En dan komen ze allemaal achter elkaar aan. Maar goed, Shiny Honchkrow, echt een hele toffe Shiny. Hetzelfde geldt voor Murkrow. Paars is toch wel echt een hele toffe kleur. En inderdaad ook nog even zijn aanval. Deze kan voor PvP nog enigszins leuk worden. 79% PvP IV. Dan eentje wat de grote verrassing van vandaag wordt. Niet alleen is die nieuw. Dit is mijn eerste Shiny Wurmple. Ten tweede kan die ook nog van alles worden. Ik heb specifiek... Een van de twee die het gaaf vindt. Ik ga nog niet zeggen. Om hopelijk daarmee wat geluk aan onze kant te houden. Maar kijk, dat is inderdaad degene die het tofst vindt. Kerstkoen en daarmee ook de stoks. Ik wist trouwens niet dat kerstkoen groen was, dus daar wil ik echt even van genieten. Want dat is niet alleen mijn favoriete kleur. Ik vind hem ook nog echt heel tof staan. En dit is echt de eerste keer dat ik de shiny kerstkoen zie, moet eerlijk zeggen. Maar wauw. Dan wil ik misschien ook nog een Pokémon Emerald of Ruby of Sapphire wel een keer mijn best voor doen om die shiny te krijgen. Dat vind ik wel een hele toffe. Maar ja, het gaat uiteindelijk dus om de derde evolutie van deze stage. En dat is Shiny Dustox. Die vind ik zo tof. Volgens mij kwam dat ook omdat hij in de anime zit. In de tekenfilm. Maar inderdaad een beetje dat herfstachtige kleurtje van hem. Ik ben in de herfstjarig. Ja, vind ik wel echt heel erg tof. Verder verschilt hij niet heel veel. Want volgens mij is het alleen echt ja, de vleugels die wat veranderen. Kan ik ook wel even kijken, want... Ja, volgens mij inderdaad, qua lichaam is die hetzelfde. Zoals je hier kunt zien. Ja, zo te zien wel. Maar inderdaad, het gaat echt om die vleugels. Die vind ik echt heel tof. Dat herfstachtige gevoel. Ja, krijg je ervan en dan krijg je het warm van. En dan de volgende. Ook alweer een generatie 3 Shiny. En ook nog eentje die we nog niet hadden. Shiny Skitty en Shiny Delcatty. Mocht je trouwens afvragen waarom ik gewoon evolueer en niet eerst de allebei verzamel. Shinies boeien me niet zo echt. Ik kan ze terugkijken in mijn Pokédex. En uiteindelijk gaat het toch om de laatste... Wauw. Die is ook wel tof. Ik dacht dat die blauw was eigenlijk. Shiny Delcatty. Maar deze is wel een heel apart kleurtje. Een beetje kotsmisselijk kleurtje zijn lichaam. Maar hij is wel tof. Hij is wel tof. Ook heel chic vind ik hem wel. Of haar. Nee, het is een hij. Het is een hij. Oké. Okay. Nou, Shiny Delcatty dus. Wist ik echt niet dat hij er zo uitzag. En ik ben echt een generatie 3 fan. Dus... Oké, okay. Maar goed, dat is dus inderdaad weer een nieuwe, die we nog niet hadden. En ja, Shinies boeien me echt niet, natuurlijk is het leuk voor de video's en als je er een krijgt, hartstikke gaaf.
Maar ik ga er niet specifiek op jagen. Alleen echt voor shinies dat ik denk van, nou, die wil ik echt hebben, dan wel, maar zijn er niet zoveel. Dus, daarmee inderdaad alweer haast aan de laatste gekomen, denk ik. Maar inderdaad een hele toffe shiny om erbij te hebben. Shiny Delcatty, shiny Skitty. Ik kan ze inderdaad toch terugkijken in mijn Pokédex, dus daarom heb ik zoiets van, nou, ik evalueer ze gewoon. En dan de laatste, ik kan niet lezen wat er staat. 3 days later. Oh, ik heb de beste voor het laatste bewaard en dat was niet eens de bedoeling. Maar deze, dat is nou een shiny waar ik op gejaagd. Ik vond hem zo tof. En hij is ook nog eens 98% IV. Dat is misschien nog wel het gaafste, want ja, dan wil ik hem ook echt heel graag gaan gebruiken. Met attack, dus alleen HP mist hij. Nou, dat valt te doen. Maar, die gaan we dus sowieso evalueren en daar kan ik niet over stoppen met praten. Deze kreeg ik uit een Go Battle League opdracht. Toen ik, volgens mij, nou, je moet dan 3 keer winnen, maar volgens mij had ik er 4 gewonnen. Kreeg ik dus een shiny site en dat was ook nog hoog. Ik denk, nee, het zal toch niet dat dit ook nog een goede, want ik dacht eerst 100%, een goede IV wordt. Maar jawel, allebei is het een 98% shiny Scizor. En natuurlijk ook met de komst van Mega Scizor, Mega Evoluties, is dit wel echt een shiny waar ik super blij mee ben, super trots. Het is al net geen Shundo, dat is me nog niet gelukt helaas, maar deze komt wel heel erg in de buurt. Ik vind het ook wel een hele toffe kleur voor Scizor. Rood is ook gaaf, maar deze, oh. Ik zou hem eigenlijk al willen power-uppen, maar dat moeten we dus laten voor een power-up aflevering. En als ik hem nodig heb, Scizor, want op dit moment zijn er betere staal Pokémon voor Master League of voor Raids. Dus nog even wachten. Maar wauw, wat een einde is dit van de vlog, van de video. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik heb er al een paar zoals je kunt zien, dus ik wist al natuurlijk hoe die eruit zag. Jullie ook, want als het goed is hebben we dat op video laten zien. Maar ja, het is toch wel een hele toffe om te hebben hoor. Wauw, super blij dus mee om daarmee de video te kunnen eindigen, want dat was echt een hele toffe en ook nog eens onverwacht. Ik ben natuurlijk super benieuwd naar jullie mening welke van de shiny evoluties jij het leukste vond, of misschien wel het leukste verhaal achter zat. Lijkt me hartstikke gaaf om te horen beneden in de comments. Nou, voor nu rest mij dan nog 1 ding te doen. Jullie super bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt het altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.